moest kijken. Door die bergen van takken gaan ze omhoog. En dan priemen ze omhoog. En dan zie je al die bramen. Nou, dat was straks zo'n lust. Moest kijken. Overal zijn ze. Daar ook. Emmers vol. Als je van bramen houdt, is het natuurlijk lekker om je eigen bosje te hebben. Maar Henk Dekker uit Elim heeft het niet voor zichzelf aangelegd. Hij wilde iets doen voor zijn bijen. Ik had er weinig verstand van. Ik dacht bij mezelf, daar heb ik weer specialisten voor. En meneer Lisse uit Lutten, nou, die man die heeft een heleboel verstand van. Die deed van allerlei dingen. Ik zei, joh, dit wil ik graag. Ik wil graag vlinders, ik wil bijen en ik wil vogels. Zijn ze 3 dagen zijn ze hier aan poten geweest. En hebben we dikke 1000 boompjes neergezet. In 2002 worden de eerste bomen geplant. En nu groeit er echt van alles. Bijvoorbeeld deze grote distel. Ja, ik heb zoiets nooit gezien. Hij stond er. Ik dacht, weet wat, ik laat hem gewoon eens groeien. Eens kijken wat er van komt. En wat zie je? De heel veel planten die zijn specifiek. Ik zie hier alleen maar hommels op. Dan denk ik, ook leuk. Kijk, hier ook zo'n mooie hommel. En hij begint net open te komen. En als dat gaat bloeien, nou, dan is dat een sieraad. Dekker wilde een bosje omdat er in zijn omgeving weinig te halen is voor zijn bijen. En dat ging hem aan het hart. Ja, het leven begint onderaan. De meeste mensen die bemoeien zich met hun eigen beroep, gaan naar het werk, komen thuis, ze zijn moe en het is afgelopen. Maar de basis van het leven is het kleine spul. Dat wisten ze vroeger al. Er was een Salomon die zei, ga naar de mieren, gij luiaards, volg hun wegen en word wijs. Nou, dat kun je met die vlinders hier ook zeggen, echt. En die bijen, dat is, als je dat volgt, er is nooit concurrentiestrijd. Hè? Ze zijn één volk. Als ons Nederland en de politiek er zo uitzag, dan was het heel rustig.